kregen we wat vragen rond de wet van Poiseuil en daarom deze verduidelijking bij de slides. Dus wat is die wet? Dat is eigenlijk een wet die ons het debiet door een oppervlak geeft bij een ronde buis, waar er aan de ene kant een grotere druk is dan een andere druk. Daardoor begint de vloeistof te stromen en we moeten het debiet gaan berekenen. Ikzelf ben altijd voorstander van afleiding van achter naar voor te gaan kijken. Dus laten we eerst gaan kijken hoe dat debiet berekend wordt. Een debiet is eigenlijk een hoeveelheid vloeistof die door een oppervlak gaat. Laten we nu eventjes een cilindertje nemen waarbij de snelheid constant is. Als je nu gaat kijken hoeveel er door dat oppervlak gaat, gedurende een bepaalde tijd, dan is dat eigenlijk de inhoud van deze cilinder met een lengte vt en een doorsnede a, dus a keer v van t, gedeeld door de tijd, omdat het de hoeveelheid is die door een oppervlak gaat per eenheid van tijd. Dus het debiet is a mal v. Als nu de snelheid niet constant is, dan gaan we het oppervlak opsplitsen in allemaal kleine stukjes en de v maal de die a doen, die stukjes, die bijdragers optellen en dan krijgen we een dubbele integraal. Goed, bij het cilindervormige buis is het meest logische om op te splitsen een poolcoördinaten te gebruiken. En dan is zo'n klein stukje hier, is deze lengte dr en is deze lengte rd theta. En als we dan gaan integreren, onze snelheid gaan integreren over die schijf rd theta, dan krijgen we deze uitdrukking. Als onze snelheid, dat zal uit de vorige stap blijken, zal onze snelheid enkel radiaal zijn. Dus die integraal over die tijd, dat kunnen we uitrekenen. En dan krijgen we de grootte van onze snelheid, dus dat is hier vr. En dit wordt hier dan de dA waar we al geïntegreerd hebben over die tijd. Hoe kunnen we dat nog zien? In plaats van een infinitesimaal kleine stukjes op te splitsen, kunnen we ook ringetjes ervan maken. En wat is de oppervlakte van één ringetje? Daarvoor nemen we het ringetje en we trekken dat open en dan krijgen we hier een balkje, een rechthoekje, met ene zijde de omtrek van een cirkel 2πr en andere zijde dr. Dus dat is een andere manier om die 2πr dr te zien. Goed, dan hebben we het volgende dat we nodig hebben is een uitdrukking voor de snelheid als functie van de positie. Waarom zal die snelheid afhangen van de positie? Omdat er onze vloeistof viscose keuze is en dat we er eigenlijk van uitgaan dat aan de rand van onze cilinder onze snelheid 0 zal zijn. En dat er enkel in het midden een snelheid zal zijn. Die snelheid zal geleidelijk aan veranderen. En hoe we die uitrekenen, dat is aan de hand van de viscositeit. Eigenlijk, wat gaan we doen? We gaan een differentiaalvergelijking opstellen waarbij dat we weten aan de rand hebben we snelheid 0. Als we dan weten hoe de snelheid verandert, dan kunnen we door integratie een uitdrukking voor de vr gaan zoeken. Laten we eerst gaan kijken naar de uitdrukking voor de viscositeit. Als je kijkt, viscositeit, dat is een inwendige wrijvingskracht in een vloeidem in beweging. En de grootte van die kracht is hier gegeven als een kracht evenredig met de snelheid over L, het contactoppervlak, want dat is hier de oppervlak van die plaat, en die ijdheid met evenredigheidsconstant, dat is de viscositeitscoëfficiënt. We zien hier in die figuur dat er staat velocity gradient. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Als ik hier een x as langs zou tekenen, de velocity gradient zou eigenlijk de verandering van v als x veranderen betekenen. Waarom is dat hier in deze formule v over n? Omdat die snelheid lineair verloopt. Dus wat hebben we? We hebben hier x, we hebben hier de grootte van onze snelheid. Die is 0 voor de stilstaande plaat. Die is een bepaalde waarde, Vmax, die daar staat. Als we hier op een afstand L zitten, en we zien dat die afgeleide V over L is. Want als we nu radiaal gaan kijken. Dus we hebben nu een ronde buis. En we gaan de krachten gaan tekenen, we gaan daar een stukje uitnemen. Het stukje dat we eigenlijk vrijmaken is dat blauw gekleurd stukje. Als we kijken welke kracht, als we daar een vrij lichaamsdiagram van maken, wat krijgen we van krachten? We krijgen hier een kracht
een drukkracht P1 maal A. We krijgen een drukkracht aan deze kant in de andere richting natuurlijk, P2 maal A. En wat krijgen we nog? Als die P1 groter is dan die P2, dan zal de vloeistof naar binnen gaan dromen. Dan krijgen we een viscositeitskracht in die richting. Dat is een kracht uitgeoefend door de omliggende vloeistof op het blauwe stukje vloeistof langs de mantel, langs heen de mantel. Dus dat wil zeggen, als we onze formule van de wrijvingskracht erbij moeten halen, wat hebben we nodig? De eta, de A, dat is nu het manteloppervlak, en de V over L, dat is de snelheidsgradient. Als we een manteloppervlak hebben, dan moeten we weten hoe de snelheid verandert als je naar een volgende laagje zou gaan. Dus eigenlijk, dat is hoe de snelheid radiaal verandert. Dus dat is hier die dV over dr. Dus dit is hier het manteloppervlak. En dit is hier onze snelheidsgradient loodrecht op het oppervlak. Dus hoe de snelheid loodrecht op het oppervlak verandert. Als we gaan kijken, de som van deze krachten is 0. En als we dat dan verder uitschrijven, dan krijgen we uiteindelijk deze uitdrukking. Dus de krachten naar links zijn even groot als de krachten naar rechts. En dan krijgen we deze differentiaalvergelijking. Dus dat zegt ons eigenlijk hoe de snelheid verandert als functie van onze straal. Als we nu die differentiaalvergelijking moeten oplossen, gaan we alles met V aan de ene kant, alles met R langs de andere kant. Dan krijgen we eigenlijk dit, waarbij er links en rechts geïntegreerd wordt. Nu moeten we maken dat die grenzen overeenkomen. Dus als je hier kijkt, wat doe je? Je bent eigenlijk op zoek naar de snelheid V op positie R. En wat weet je? Dat aan de buitenrand onze snelheid 0 is. Dus eigenlijk, wat hebben we nu gedaan? We weten aan de buitenrand de snelheid 0. We weten dat die snelheid als ik hier R uitzet en hier mijn dvdr. Dan weten we dat onze snelheid stijgt naarmate we dichter naar daalt naarmate we dan dichter naar de binnenkant komen en dat dat evenredig is met R. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we hebben hier dvdr is negatief en hoe groter R, hoe negatiever. Dus die is zo. Als we nu gaan integreren, weten we dat als we starten, dat we als we hier de oppervlakte nemen, van deze oppervlakte van hier tot hier, van V tot grote R, ja, dat we uiteindelijk, als we hier van R tot R, daar hebben we snelheid 0. Dus we kennen, eigenlijk vind ik het soms gemakkelijker om deze zelfs omgekeerd te gaan kijken. Dus bij grote R hebben we snelheid 0. En daar komen we stukjes veranderd. Bij grote R hebben we snelheid 0. En als we die integraal omgekeerd, we krijgen er iedere keer die oppervlakte bij over hoe onze snelheid staat. En dit is dan uiteindelijk de uitdrukking voor V als functie van R. Dus differentiaalvergelijking opstellen, de randvoorwaarden gebruiken dat op grote R onze snelheid 0 is. En we hebben die uitdrukking die we hier hebben. En dus als we nu naar het geheel van de afleiding kijken, we starten met de snelheid, de verandering van de snelheid op een positie R. Gaan we gaan zoeken door een stukje vrij te maken met de grootte van hier, die een kleine R als straal. We kijken naar de resulterende kracht. Daaruit vinden we de verandering van R. Doordat we weten dat op de uiteindelijke snelheid 0 is, kunnen we met behulp van die verandering ook onze snelheid gaan berekenen. Die snelheid gaat dan in de uitdrukking om het debiet te berekenen. Hier zijn we dan aan het integreren over dit oppervlak, het oppervlak van de volledige buis. Dus niet, dat is eigenlijk hier
heel dit oppervlak, dus daar gaan uw grenzen van 0 tot R lopen om gewoon de hele oppervlakte van de buis te gaan beschrijven. En als je dit volledig uitrekent, kom je zo tot deze uitdrukking, waar we zien dat het debiet lineair afhankelijk is van het drukverschil en ook hoe groter de straal, hoe groter het debiet en het gaat met straal tot de verre.